In deze les gaan we het hebben over de actoren eigenlijk van de rechterlijke macht. Het is een korte les ook ten andere. We gaan het hebben, zoals de slide zegt, de zittende en de staande magistratuur. Vooral over de staande magistratuur, omdat daar wat onduidelijkheid over is. Beroepsrechters en lekenrechters en tenslotte de jury. Hè. Jury, een belangrijk gegeven in onze rechtspraak. Zittende en staande magistratuur. De zittende magistratuur zijn de rechters die vonnissen of arresten vellen. Eigenlijk de mensen die beslissen. Rechters zitten in de magistratuur. Rechters zijn onafhankelijk en onpartijdig op een absolute manier. Zij kunnen zelf beslissen wat ze doen, hoe ze iets beoordelen. Ze mogen niet partijdig zijn. En ze zijn onafhankelijk. Onafhankelijk betekent niemand kan hen een instructie geven wat ze inhoudelijk moeten doen. Staande magistratuur, dat komt van het gegeven dat wanneer het openbaar ministerie, de staande magistratuur, openbaar ministerie, het parket, wanneer die in een strafzaak een straf vordert, dan gaat die recht staan. De rechters die blijven zitten, hè, maar al de anderen, wanneer ze spreken, staan recht uit eerbied voor het hof, zo heet dat. En dus de staande magistratuur, die vordert, dat is het parket, die staat recht wanneer hij bijvoorbeeld eist dat hij zegt, iemand die is schuldig voor mij en die moet veroordeeld worden, dan zal hij daarvoor recht staan. En vandaar staande magistratuur. Het is een visueel bepaald gegeven die de definitie maakt. Maar we moeten over die staande magistratuur, het openbaar ministerie. Het openbaar ministerie vertegenwoordigt dus eigenlijk het openbaar belang, zou je kunnen zeggen. Waar vinden we dat terug? 153 van de grondwet. De koning benoemt en ontslaat de ambtenaren van het openbaar ministerie. Het is de koning die benoemt, maar we weten dat er heel wat procedures zijn ondertussen en dat men dat niet zomaar kan doen. Het is ook wel de koning die de tucht tegenover het openbaar ministerie voert. Dus wel de rechters. Als de rechters iets mispeuteren, dan komt dat voor het Hof van Cassatie. Hè. Voor een staande magistratuur, voor een procureur, is dat eigenlijk niet zo. Het is de koning die daar eigenlijk zal moeten beslissen. Dus de minister van Justitie in dit geval, terwijl voor rechters is het Hof van Cassatie. Dat is een eerste verschil. Maar bovendien, het artikel 151, paragraaf 1, is een beetje een Sibelijns artikel. Men heeft daar geprobeerd dat te opschrijven. Het Openbaar Ministerie is onafhankelijk in de individuele opsporing en vervolging. Dus niet sowieso altijd onafhankelijk. Hè. Je ziet het in dit hier. Onverminderd, en men nuanceert, het recht van de bevoegde minister om de vervolging te bevelen. De minister kan zeggen, je moet vervolgen. En om de bindende richtlijnen van het strafrechtelijk beleid, ook van het opsporings- en vervolgingsbeleid, vast te leggen. De minister kan de algemene lijnen zeggen. Ik geef een voorbeeld. Het gebruik van cannabis, het eigen gebruik binnen een bepaalde marge, dat heeft de laagste prioriteit. De minister heeft ooit een omzendbrief gemaakt en gezegd, dat is de laagste prioriteit. Als mensen gewoon dat gebruiken in heel kleine hoeveelheden, daar gaan we niet het meeste aandacht. Betekent dit dat hij gezegd heeft, je mag niet vervolgen? Nee, dat kan de minister niet zeggen. De minister kan niet zeggen, iets is strafbaar en je mag niet vervolgen. Maar door te zeggen, het is de laagste prioriteit, in de feiten betekent dit natuurlijk meestal dat het niet vervolgd wordt. Maar het is geen garantie, als burger kun je daar ook niet op beroepen. Ook de gemeenschappen en gewesten, zo zegt de grondwet, kunnen via de minister van Justitie instructies geven. In milieuzaken bijvoorbeeld, stel er is een milieuovertreding gebeurd en dat is niet vervolgd geweest. De Vlaamse minister van Milieu die kan via de Vlaamse regering, dat is een systeem dat bestaat, die kan bij de minister van Justitie aandringen en zeggen, er moet hier vervolgd worden. Een positieve injunctie. Men zegt dus, je moet dit doen. Maar dat artikel is eigenlijk een beetje ook, hoe zou ik zeggen, verhult een beetje de zaak. Het Openbaar Ministerie, de parketmagistraten, zijn geen rechter. De rechter is degene die beslist. Het Openbaar Ministerie behoort tot de rechterlijke orde. En zij zijn dus ook niet onpartijdig. Dus een parketmagistraat die kan van oordeel zijn, u bent schuldig. Een rechter die kan dat pas zijn na het proces. En de rechter mag niet tijdens zijn proces, voor de advocaat zijn eindpleidooi heeft gehouden bijvoorbeeld, zeggen, ik ben toch overtuigd dat die persoon schuldig of onschuldig is.
Want anders heeft hij partij gekozen. Hij kan pas beslissen dat hij iedereen gehoord heeft. En zolang moet hij onpartijdig zijn. Het Openbaar Ministerie niet. Het Openbaar Ministerie zegt, voor mij is hij schuldig. En hij mag dat. Hij mag dat vorderen. Zoals ook een advocaat kan zeggen, hij mag ook partijdig zijn. Hij mag partij trekken voor, moet dat eigenlijk ook voor zijn klant. Hè, voor degene die hij verdedigt. Dus op dat vlak is er verschil. Onpartijdigheid, onafhankelijkheid. Men heeft hier wel een stukje onafhankelijkheid, want dat is ook juist. De onafhankelijkheid betekent niet dat hij naar niemand moet luisteren. De rechter, wat ook zijn positie is, die rechter die moet naar niemand luisteren. Er is nooit een hogere rechter die kan bij in zijn bureau komen en zeggen, we gaan dat zo moeten doen. Nee, dat kan niet. Een collega of wie dan ook. In het parket heb je de procureur-generaal, de procureurs, hè, en je hebt hun substituten, hun medewerkers tussen aanhalingstekens. De procureur kan aan de substituut wel zeggen wat hij moet doen. Hij kan een opdracht geven. Hij kan zeggen, zo moet je dat doen. We zullen straks zien dat er een uitzondering is. Maar dus de procureur die is niet in die zin onafhankelijk dat hij geen enkele instructie kan krijgen. Hij kan een positieve instructie van de minister krijgen. En inhoudelijk gezien is hij hiërarchisch in dat geheel van het parket ingeschakeld. Dat is toch een belangrijk gegeven. Hè? We hebben al heel veel discussies zijn daarover geweest. Het is een beetje, dus ik zei ook altijd, de bedoeling of de ambitie van veel mensen van het parket om echt als rechters beschouwd te worden. Maar het is een ander iets. Ze zijn het Openbaar Ministerie. Ze behoren tot de uitvoerende macht. Ze zijn wel tot de rechterlijke orde, maar het zijn geen rechters. Wie zijn nu die mensen die de staande magistratuur zijn? De procureur des Konings, hè? Arbeidsauditeur, procureur-generaal of van beroep, arbeidsauditeur-generaal bij het arbeidshof, de federale procureur bij het federaal parket. Er is ook een federaal parket, dat voor grote misdrijven, complexe misdrijven. Je hebt natuurlijk ook de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie. En die worden bijgestaan, als het gaat over het Hof van beroep, door advocaten-generaal. Procureurs worden ook bijgestaan door substituten. Dus het is een heel een vrij hiërarchisch gegeven. Binnen ieder onderdeel daarvan. De procureur-generaal van Hof van Cassatie zal erom niet kunnen zeggen wat de procureur in een arrondissement moet doen. Zo gaat dat niet, hè. Dat is niet zo. Maar binnen een omschrijving, binnen het Hof van Cassatie, binnen het Hof van Beroep, binnen een arrondissement, is er wel een hiërarchisch gegeven. Het Openbaar Ministerie, dus zoals gezegd, aangeduid en afgezet door de uitvoerende macht. Grondwettelijke bepalingen over dat statuut zijn niet hetzelfde voor de rechters als voor het Openbaar Ministerie. Het is een positief injunctierecht, één van die uitzonderingen op de hiërarchie. Daar ga ik wat meer over uitleg geven. Dat is het verschil wat de procureur doet op de rechtszitting en wat hij schriftelijk neerlegt. Dus neem een strafzaak, eender welke strafzaak. Maar ook bijvoorbeeld een vordering tot het verplaatsen van een dossier, en dat is het voorbeeld dat ik ga nemen. Toen er de bende van Nijver was, er een onderzoeksgroep in Dendermonde, en was er ook een onderzoeksgroep in Nijver, in Waals-Brabant. Er is toen ooit door de minister van Justitie beslist om al die dossiers samen te voegen in één onderzoek. Dat betekende concreet dat het onderzoek in Dendermonde overgeheveld moest worden naar Waals-Brabant. De procureur ter zake, de persoon, de substituut die dat behandelde, was daar absoluut tegen. Maar de minister heeft instructie gegeven, hij kon dat zeggen, je moet dat vragen. Dus schriftelijk gezien heeft de procureur dat gevorderd, heeft dat neergelegd, maar dan kwamen ook de advocaten van de burgerlijke partijen hier aan bod, van de slachtoffers die dat absoluut niet wilden. Die hebben ter zitting gepleit. Op de zitting heeft de procureur, de substituut, dan gezegd, ik volg wat de advocaten zeggen, mijn advies is om het niet over te geven. Ik kon dat. Men noemt dat in mooi Nederlands, la plume est serve et la parole est libre. Dus wat je schrijft, de vordering, daar kan de hiërarchie zeggen wat je moet doen, maar wat je zegt, en dat is vooral op de zitting, dat is vrij. Want anders,
Als je op de zitting niet vrij mag spreken, zou het betekenen dat je eigenlijk voor de pleidooien al je mening hebt gemaakt en niet meer kunt veranderen. En dat is niet aanvaardbaar. Dus daarvoor dienen juist pleidooien uiteraard om te zorgen dat je effectief kunt veranderen, dat je kunt aanpassen. We komen dan bij het volgende, de Hoge Raad voor Justitie. Dat is typisch die spanning. Binnen het justitieel apparaat vinden velen dat het Openbaar Ministerie echt wel onafhankelijk moet zijn, maar het is het staatsrechtelijk niet. Daar is geen twijfel over. Om de zoveel decennia probeert men dat nog eens te herhalen, maar dat is niet zo. En hier was de wetsontwerp wanneer mevrouw Turkelboom, toen minister van Justitie, vond dat zij een aantal instructies kon geven. Dat werd wettelijk geregeld. Het ging ook over uitvoering van straffen en dergelijke meer. En de Hoge Raad van Justitie was het daar helemaal niet mee eens. Zoals gezegd, ik denk dat de Hoge Raad van Justitie hier geen gelijk heeft. We hebben staande en zittende magistratuur, maar we hebben ook beroepsrechters en lekenrechters. Beroepsrechters zijn mensen die daarvoor benoemd zijn, die daarvan hun beroep maken. Maar in arbeidsrechtbanken en handelsrechtbanken is er telkens één beroepsmagistraat en twee lekenrechters. Dat zijn dus mensen die zelf in die materie bezig zijn, ondernemers bijvoorbeeld, mensen vertegenwoordigers van de vakbonden ook. En die samen vormen ze de rechtbank. Opmerkelijk genoeg functioneert dat vrij goed eigenlijk. Men heeft dat toen ingevoerd. De bestaffing van die rechtbanken is ook niet slecht, moeten we eerlijk zeggen. Maar die rechtbanken hebben eigenlijk relatief weinig achterstand. De lekenrechters lijken toch wel een impact te hebben om relatief vlug te beslissen. Maar ook om er niet, met een slecht woordje te zeggen, niet te veel juristerij tegenaan te gooien, maar meer op gezond verstand te redeneren en op die manier de zaken vlug vooruit te laten gaan. Die lekenrechters kunnen niet tijdens hun periode afgezet worden, zijn onafzetbaar, zoals gewone rechters. Ze zijn ook niet verplaatsbaar, zoals gewone rechters. Ze hebben hetzelfde statuut, maar het is tijdelijk. Het is voor een aantal jaren, 5 jaar in principe. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zegt natuurlijk dat rechters onafhankelijk en onpartijdig moeten zijn. Het Europees Hof heeft geoordeeld, dat is oké, dat kan. Op voorwaarde dat die termijn, als die vast ligt, dat je dat niet zomaar kunt ingaan wijzigen. Dat men in de periode dat men aangesteld is, dat men effectief onoverplaatsbaar is en dat men ook niet kan afgezet worden, tenzij men natuurlijk binnen de rechtbank, dan moet dat door het Hof van Cassatie gebeuren, tenzij men grote fouten zou maken, diefstal of wat dan ook, dan kan dat natuurlijk wel. Laatste onderdeel van dat personeel is de jury. Een heel passioneel discussie. Moeten we een assisehof hebben en moeten we jury? De minister van Justitie, Koen Geens, heeft een wet gemaakt waarbij hij dat afzwakte en het grondwettelijk hof heeft dat dan weer vernietigd. Onze grondwet voorziet de jury, het is niet makkelijk om daar iets aan te wijzigen. Heel veel discussies daarover. Sommigen zeggen, ja maar goed, dat is zo tijdsrovend, want omdat die mensen die jury hebben uiteraard geen tijd gehad, hebben ook niet de mogelijkheid gehad om dat dossier in te kijken. Dat is ook een stil niet. Dus het is mondeling. Alles wat eigenlijk gebeurd is, moet mondeling herhaald worden. Men kan daarvoor stukken nog inzien en zo, maar het is een mondelinge procedure. Alles moet weer gebeuren, al de getuigen. En dat moet allemaal in het publiek gebeuren. En daar moeten rechters voor zijn. Dat is eigenlijk een heel grote belasting. Tweede, dat moet ook soms voor heel complexe banditisme-dossiers gebruikt worden, waarbij een jury is dat wel zo makkelijk om dat te beoordelen. Wanneer het gaat over een passionele moord, dan beoordelen moet hij nu gestraft worden of niet, dat is iets anders, maar wanneer het gaat over min of meer complexe misdrijven, vindt men dat toch niet zo gepast. De voorstanders die zeggen, ja, maar dat is een manier van toch de justitie ook bij de mensen te brengen, daar wordt veel over de journalistiek is daar veel mee bezig, mensen zien dat. En als het over moord en dergelijke meer, heeft het ook een zeer grote aanvaarding bij de bevolking. De bevolking aanvaardt de uitspraken van het Assisenhof eigenlijk relatief gemakkelijk. Het Assisenhof zijn de gewone mensen, 12 mensen die daar beslissen. Over het algemeen, dat is ook juist, is een assisenprocedure iets wat bij de bevolking ook misschien een stukje louterend werkt, maar in elk geval aanvaardend werkt. Ieder zijn gedacht daarover natuurlijk.
Voorlopig blijft het nog altijd zo. 12 mensen worden uitgeloot. Men heeft dan voor lijsten. Ze worden dan uitgeloot. Zij beslissen zelf over de schuld in principe. Het zijn de juryleden die de schuld bepalen. Maar eenmaal de schuld bepaald, wordt de straf bepaald door de jury met de rechters. Want er zijn nog altijd rechters die natuurlijk die procedure moeten leiden. Die rechters staan ook in voor de tussenvonnissen, tussenarresten liever, die procedureel zijn, die moeten opgemerkt worden. Dat doen de rechters zelf. Als de jury zegt iemand is schuldig, dan moet de straf bepaald worden door de jury plus de rechters die er gaan bijzitten en gaan ze dat samen doen. Vroeger was het zo, dat was een klassieker, er zijn ook nog uitzendingen op tv daarover geweest, de jury moest antwoorden ja of nee. Is iemand schuldig of niet schuldig? Dat is veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de rest dat is key. Die zegt, ja, maar we zijn niet tegen de jury, we aanvaarden dat, de jury die kan er zijn, maar moet ook motiveren. Wanneer iemand veroordeeld is, moet hij weten waarom. Dus dat betekent als de jury eenmaal een beslissing genomen heeft, die beslissing blijft dan, dat men dan samen met de rechters gaat motiveren waarom dat juist geweest is. Om op die manier één de mogelijkheid ook te geven op een betere manier om cassatie naar cassatie te gaan, als men niet akkoord is met de uitspraak, want dan moet je weten waarom. Maar ook algemeen, een arrest of een vonnis moet gemotiveerd worden. Iemand die veroordeelt, en het gaat hier vaak over grote straffen, die moet weten waarom het juist is. Dat is een basisgegeven natuurlijk. En dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dan ook rechtgezet.